Welkom bij Coffee Break, het programma waar wij even een pauze nemen voor een gezellige babbel met een interessante vrouw. En dit programma komt tot u met de complimenten van Mico en Puro Coffee. Nou, ik ben dus nu op de hoek van de Gravenbergstraat en de Albergastraat bij Delish. En daar ben je terecht voor de heerlijkste broodjes en de lekkerste koffie. Nou, ik heb vandaag Coffee Break met Nidia Breveld. Hi Lydia. Hallo Priscilla. Hoe gaat het? I'm good. You're good? Yeah. Like good, good, good. I'm good, good, good. Je yeah. hebt al koffie gehad voor vandaag of nog niet? Nee, ik heb al een paar kopjes koffie gehad voor de dag. Ja? Oké. Lydia, I know you're a coffeeholic. Yeah. You know what I mean? Ja. Yeah. But why? Eén, vind ik het gewoon heel erg lekker. Nee, dat is het eigenlijk. Dat is gewoon it. Lekker. Ja, maar jij moet je dag starten met een kopje koffie. Ja. Yeah. Anders ben ik een beetje chagrijnig en het duurt iets langer om die motor te starten. Anders zit in een geef er de cafeïne. Nee, het is niet zo erg, maar ik hou gewoon verschrikkelijk van koffie, van die smaak. En ik vind het gewoon altijd gezellig om een kopje koffie te drinken. Oké, okay, hoe iemand. Met iemand? En dat is zoals wij dat nu gaan doen. Lovely. Oké, okay, nou om mijn koffie even klaarmaken, want ik doe wel suiker erin. Ik heb ook een beetje suiker erin. En jij hebt zwarte koffie daar. Ja. Super. Waarom zwarte koffie? Ik ben begonnen met koffie drinken toen ik heel jong was. Mm-hmm. Moest ik voor mijn vader en mijn moeder, die deden altijd een middagdutje 's middags. En dan was het, gaat iemand koffie voor ons maken? Heel grappig. Dan moesten we melk koken, centrale melk werd even gekookt. En als die balletjes dan kwamen, dan maakte je eigenlijk gewoon een koffie verkeerd. Vroeger dacht ik gewoon eens koffie met melk. Koffie en verkeerd? En die koffie verkeerd dronken ze dus thuis. Dus en dan voordat ik hem een slakje. Ja. En op een gegeven moment stopte mijn man met melk en met suiker. Dus toen stopte ik ook met melk. Maar suiker probeer ik nog te stoppen, maar dat lukt niet. Dat lukt want ik niet. Wil toch een beetje zoeter bij. Dus ja. Je hebt toch nog suiker in je koffie. Ja. Nou, geweldig. Ja. Door de dag heen, terwijl je bezig bent, je bent een drukke vrouw. Een businesswoman, ja. Yeah. Zo, door de dag heen neem je even een break voor je koffie. Ja. Hoe vaak neem je zo'n koffiebreak? Ik denk dat ik echt voor die break ga zitten. Misschien één keer per dag. Mm-hmm. Met iemand. Ik zoek wel iemand. Ja. Maar ik ga gewoon, ik denk dat ik toch wel 8 kopjes koffie op een dag. 8 kopjes koffie? I know, koffie. Erg. Elk uurtje denk ik, oh ja, laten we even koffie doen. Wow. Ja. Dus al... Is de zon fel? Ik neem nog steeds het kopje koffie. Media. Mensen verklaren me voor gek. Gewoon een kopje koffie. Yep. Al zweten. Yep. Heerlijk. Ja. Oké. Okay. You should have fun in life. Ja, why? Doe wat jij lekker vindt. Oké, okay, Nidia. Ik ken jou van de Nidia TV show. Nidia dus. Oké. Okay. Way back. Ja. Ja? Heel lang geleden. Maar, al een jaar, manage jij je own radiostation. Ja. Tenminste, ik mag een radiostation manager, 92.1 Beat FM. Het is me aangeboden en ik dacht, ja, waarom niet? Ik doe eigenlijk het liefst televisie maken, wat jij doet. Ja, vind ik eigenlijk het daar leukst. Komen we straks ja, op. Verder producties, events organiseren vind ik leuk om te doen. Het geld is er niet echt in Su. Het is moeilijk om iets, weet je, als je eenmaal ermee begint, door te laten gaan. En je moet heel veel zelf erin stoppen en adverteerders stoppen daarin. En je kent dat verhaal wel. Dus toen dacht ik, nou ja, als iemand me een radiostation aanbiedt en er een beetje plaatjes afdraaien, een beetje iets ervan proberen te maken, let's give it a try. Dus nu al een jaartje zit ik erin eigenlijk. Ik zelf niet. Ik heb een paar keer een paar diensten gedraaid, maar het is a little bit too boring for me. Okay. Ik ben meer met camera's ja, en rennen. Ja, precies, en want het is eigenlijk een switch voor jou. Want ja, nu giga. Praat je eigenlijk tegen apparatuur. Ja, en je weet niet wie naar je luistert. Nee. Je weet niet als mensen naar je luisteren. Hoe ga je daarmee om dan? Dus je zei al dat het eigenlijk saai voor jou is, maar hoe ging je daarmee om voorheen? Hoe ik deed heb je dat? Het geprobeerd en dan zit ik in dat kamertje en dan denk ik, oké, dit vind ik leuk, praten met mensen en dan feedback krijgen. Nu zit ik alleen in dat kamertje met de headset op mijn hoofd, door een microfoon te roepen, ervan uitgaande dat iedereen naar me luistert. Ja. Deadly boring. Okay. Dus ik heb het even volgehouden, want er zijn andere mensen die het wel heel goed kunnen. Okay. En die wel heel erg leuk zijn en die het ook graag doen. En ook echt goede boodschappen hebben om over te brengen. Als het nou is via muziek of via een tori praten of via mensen die bellen. Interactiviteit met het publiek. That's what we're trying to do now. Ja. En ik hoop dat het een keer inderdaad aanslaat en lukt. Oké, hoe ziet jouw werkweek eruit? Je bent een drukke vrouw, je bent mama. Je hebt je eigen social life. Hoe ga je om met die werkdrukte? Hoe ziet je week eruit? Mijn week is
ik ben heel blij als het vrijdag is. Oké. Okay. Want zaterdag en zondag zijn heilig. Mijn kinderen mogen ook absoluut niet. Geen enkele sportles of muziekles op de zaterdag en de vrijdag. Weekend is gewoon me-time. Mm-hmm. Met de kinderen natuurlijk. Het begint maandag en dan is het rennen. Vanaf maandag 6 uur opstaan, kinderen naar school brengen. Er zijn er 4 in totaal. Atheneum, op vrije school. Dus daar begint al rondjes morgens rijden, een uur lang met allerlei tetterende mensen in die auto die door je met je willen praten. Want ze hebben je de hele dag niet gezien, of de hele avond eigenlijk. En dan zitten ze allemaal op les. Mijn dochter is nu gaan spelen in Frans-Guyane voor de Guyanese spelen tennis. En die andere zit op voetbal en die ene zit op taekwondo. Dus je bent eigenlijk gewoon continu bezig met dat plannen. Ja. Dat werk op kantoor gaat natuurlijk wel gewoon door. Advertising production, we hebben onze vaste klanten die gewoon hun dingen bij ons neerleggen. En dan zijn er een paar mensen daar die dat op zich nemen. Ja. Het station gaat door. Die uitdaging komt echt wanneer er een gigaproductie komt. Bijvoorbeeld van afgelopen grote vakantie, Got Talent. Ja. Dat is een uitdaging. Je grootste productie voor 2019? Voor 2019 zeker. En ik heb het natuurlijk eerder gedaan, maar dan wordt het zwaar omdat je gewoon alles tegelijk moet denken. En je hebt zowat 12 uur op een dag bezig bent met werk. Dus die andere 12 uur moet je verdelen over rust, social life en kids. En dat is tof. Oké, tijdens je productiewerkzaamheden. Jij hebt de leiding, je bent de trekker, maar je staat er toch niet alleen voor. Zeker je hebt niet. Een heel team achter je. Ja. Hoe verdeel je dat? Er zijn gewoon bepaalde key persons die je erbij moet hebben wanneer je zo'n show hebt. Je communiceert niet alleen met ieder, dat werkt niet, toch? Nee, dat gaat niet. We proberen het wel zoveel mogelijk close te houden met iedereen, maar de bepaalde key persons, bijvoorbeeld de backstage manager, de venue manager, Chantal en Dino, die mensen die hebben dan weer hun mensen onder zich en zo krijg je eigenlijk dat hele team. Maar ik probeer wel met iedereen een beetje, want in die end, als we bijvoorbeeld zo'n productie af hebben, dan zitten we wel gezellig met z'n allen. En dan drinken we geen koffie. Yes. Oké, okay. Nidia, je bent een interessante vrouw, al mag ik het zelf zeggen. Wat zijn de uitdagingen voor jou, dus als persoon? Ja, eigenlijk is het mijn belangrijkste taak is be a good mom. Okay. Dat vind ik het belangrijkste. Family is op de eerste plaats voor mij. En ik wil gewoon heel graag met mijn kinderen gelukkig zijn. Okay. En daarbij komt het werk en heb ik het geluk dat het werk een beetje vanuit mijn hobby is gekomen. En de voetsporen waar ik in ben getreden van mijn vader. Mm-hmm. Waardoor ik het eigenlijk ook altijd leuk vind om te doen, want het was een hobby dat nu werk is geworden. Maar van mezelf als persoon, ja, echt mijn kids. Ja? Mom, be a good mom. Dat is het belangrijkste. Ja. Oké, heb jij je kinderen het aangeleerd om begrip te tonen voor wanneer jij bezig bent met je drukke werkzaamheden? En dan wanneer je weer zegt van oké, is goed en nu ben ik thuis en nu ben ik mom. Ja. Heb je ze getraind voor dat begrip? Nee. Of is het vanzelf gekomen? Het is eigenlijk, ze begrijpen het nog steeds. Die mensen worden zwaar boos op me. Wat ga je nou weer? Wat ga je nu weer doen? Het is vakantie. Hoe bedoel je dat je werkt? We moeten iets doen samen. Nee, kinderen begrijpen dat niet. Ja. Je probeert ze wel uit te leggen. Mm-hmm. En ik probeer ze heel veel erbij te betrekken. Want dat heeft Borger ook met mij gedaan. Mm-hmm. Het is natuurlijk allemaal hetzelfde cirkeltje, zeg maar. Als hij werkte, nou vond hem het geweldig als we mee mochten naar de studio. Eigenlijk was hij veel te druk en had hij geen tijd voor ons. Maar dan zaten we daar en dan waren we blij, want we waren met papa aan het werk. Dus dat probeer ik nu ook een beetje met mijn kinderen te doen. En daarnaast probeer ik zoveel mogelijk waar ik kan ze zelf naar school te brengen en sporten. Zodat we toch even die kleine momentjes door de dag heen hebben. En dan samen eten, belangrijk, 's middag, 's avonds dat broodje. 'S morgens moeten ze lekker alles zelf doen. En dan moet ik eerst die koffie drinken voor ik kan levelen. Maar other than that zijn dat de belangrijke momenten voor me. En dan tonen ze wel dat begrip. Ja. Ze proberen het te begrijpen, laat me het zo zeggen. En ze doen een good job. Ja. Ja. Oké, je praat over sporten, je kids sporten. Heb je eerder ook aan sport gedaan? Heb je eerder gesport? Ik ben eigenlijk zo asportief als maar wezen kan. Ik heb vroeger wel gevolleybald. En daarna ging ik squashen met mijn man. Maar toen kreeg hij last van zijn nek en hernia, dus toen moesten we stoppen. En dat was zo leuk, want echt, we stonden op die baan en alle ballen, ik kon hem echt niet winnen. Dus hij scoorde alle punten. En toen het begon, dat hij zijn been deed weer en zo, en hij niet echt meer kon, begon ik in ene te winnen. Dus ik was de gelukkigste van de hele wereld, want ik denk, nu ga ik je pakken. Nou, en toen had hij hernia, dus toen moesten we stoppen. Nu gaat het wel goed met hem, hoor. Ja, was balsport en zo, dat doen we nog niet. Oké.
Wat denk je er nog aan? De dag dat hij me zegt, let's go gaan. Want in Nederland, toen ik daar woonde, deed ik dat wel. Ja. Heel fanatiek. Echt 3 keer in de week s'avonds gaan sporten. In de squashbaan met whoever wanted to join me. Misschien moeten wij een keer gaan. Ik vind het leuk. Ik ga je batten. Ik ben wel echt goed. Ja. Oké, Nidia, wat wil jij dus nog graag doen? Ik hou van dus het kopje koffie drinken, rustig zitten. Iets nieuws. Maar ik vind het ook wel heel leuk, s'avonds na alles. Ja. Want 8 uur is me-time ook s'avonds. Mm-hmm. Dus dan moet iedereen gewoon of naar bed of niet alles aan gevraagd hebben wat ze moeten vragen. Ja. En dan zit ik lekker een glaasje wijn te drinken. Okay. Ja. En dan hou ik van binge-watchen. Ja. Ik kende dat woord niet, mijn kinderen hebben me geleerd. En wat betekent dat? Binge-watchen is, je hebt een serie gevonden en je gaat gewoon de hele avond achter elkaar naar die serie kijken. Ja. En niemand die je stoort, wie je ook roept, niet meer. Nee, je moet gewoon van tevoren aangeven, van tevoren kijk, dit is het, dat ga ik nu doen. Ja. Zo. Niemand, ja. Dat geen vind ik heel leuk om te doen. En voor de rest buiten de stad gaan, natuurlijk met de kinderen ook weer. Mijn schoonmoeder, bij mijn schoonmoeder op balkon hangen, vind ik ook super gezellig. We wonen ook naast elkaar. Die mannen worden soms een beetje moe van ons, en dan petteren we gewoon naar 1 stuk door. En family. Family is heel important voor me. Heel important, ja. Oké, maar als ik het heb over een nieuwe uitdaging. Is er een nieuwe uitdaging voor jou? Heb je iets op het oog waarvan je denkt van, ik denk dat ik dat ooit eens zou moeten proberen of ik wil er wel voor gaan? Iets als bungee jumpen of zo bedoel je? Nee. Is er een uitdaging? Ik word 44, I'm done with those kind of things. Wat ik wel heb is mijn werk weer. Ja. Dat radiostation is een uitdaging. Ja. Got Talent is elk jaar een uitdaging. Maar daar zit je hart in. Je wil eigenlijk gewoon producties blijven doen. Ja. That's it. Ja. Maar daar ben je ook op een level. Ik weet het niet. Ik ben nog niet helemaal happy over die eerste die ik weer mag doen, die laatste. I'm trying to. En je weet toch, je wil elke keer weer naar een even greater thing. En dat is wat ik zoek. Dat is mijn uitdaging. Ja. Oké, wat wil jij? Wat heb je misschien een boodschap voor vrouwen die eigenlijk hun eigen business zouden willen starten of die iets voor zichzelf willen doen, heb je misschien een boodschap voor ze van, hey, weet je wat, pak hem zo aan of... Ja, ik denk dat het goed is om, en niet alleen voor vrouwen natuurlijk, voor iedereen. Ze zeggen dat vrouwen het ietsje moeilijker hebben, because it's a man's world. Nou, ik ben zo'n type dat daar niet echt in gelooft. Because it won't be anything without a woman or a girl in it. Ik denk dat je als beginner gewoon moet doorzetten, no matter what. En je gaat vallen op je gezicht en je gaat mensen... En wat gebeurt er dan als je valt op je gezicht? Hoe ga jij om met de dans? Sta op, pick up the pieces, leer ervan. Ga ook zoeken naar dat wat je eruit kunt leren. En als je er niks uit kan leren, baby, heb je echt een misstap gemaakt. Doe het gewoon nooit meer. Ik geloof er heel erg in dat je moet doorzetten. No matter what comes. Ja. Doorgaan, doorzetten en niet opgeven. En jij bent zelfs ook een doorzetter? Absoluut. Cool. Okay. Soms denk ik ook, hey, zal ik opgeven? Ja. Heb je dat gevoel ook? Zal ik opgeven? Zal ik nu gewoon opgeven? Of hey, ik heb genoeg en that's it? Oh ja, yeah, babe. En dan pak je je koffie? Nee, hey, dan ga ik die koffie drinken. Dan zit ik rustig. Dan zit ik rustig. Dan denk ik, okay, we're gonna do this. Het maakt niet uit hoe zwaar het wordt. We gaan het even anders oppakken, want dit werkt niet. Je bent toch even in gesprek met jezelf met die koffie? En dan probeer je toch een manier te vinden om door te gaan. Ja? Ja. Ja. Oké. Okay. Even de ruimte. Veel slokje. Nou, ik weet, ik heb het ervaren, ik weet dat je koffie gek bent. Ja. En jij maakt de beste koffie, hè? Ja, I tried it. Nee, het was echt goed. En dan zeg ik tegen dit mens, maak even een koffie voor me. Dan gaat ze koffie voor me maken. En dan zegt ze, ja, maar ik heb toch een beetje extra dit en een beetje extra dat. Een beetje meer suiker, ja. In mijn koffiekan. Ja. Heerlijk. Maar het heeft gewerkt. Ik mis je. We moeten weer een paar producties doen dat je koffie voor me kan maken. Helemaal. Ik word er enthousiast van. Nou, Nidia. Ik ben super blij voor je bijdrage. Dat je eigenlijk je tijd hebt genomen. Om pauze hebt genomen. Ja, om een kopje koffie te drinken met mij. Heel graag. Anytime. Je belt me maar en ik kom. Voor een kopje koffie altijd. Ja, love the coffee. En we moeten jammer genoeg weer naar het werk. Ja. Helaas. Ja? Want anders blijven we nog uren hier zitten. Anders blijven we uren hier zitten. Nou, ik heb nog een leuk presentje voor jou. En mocht je een dag super laat opstaan en je denkt, oh shoot, mijn koffie heb ik niet gehad, krijg je van mij een super leuke kan. Oh. Een koffiekan en dan mag je koffie drinken. Oh, wat schattig. Maar kom je dan een koffie voor me maken?
Van mij krijg je een superleuke kan, een koffiekan van Puro. Oh, nice. En ja, voor de roodje koffie gewoon mee. Ja. En dan misschien kan ik hem voor je komen maken. Ja, neem hem mee, hou hem in je auto. Juist. En dan check ik gewoon waar je bent, dan reek ik naar je toe, dan maak je die koffie van. Nog een beetje suiker. Deal. Nou, we zijn aan het einde gekomen van onze koffiebreak. Jammer genoeg moeten we weer aan het werk. Een superleuk babbeltje hebben we gehad. Dit is Nidia Breeveld en leuke verhalen heeft ze zeker. Tot de volgende aflevering. Bye bye.